ouderen en techniek. Het blijft een lastige combinatie. Ze moeten met de tijd mee, maar daar hebben ze best moeite mee. Bijvoorbeeld door via de computer te communiceren. Of met een robotstofzuiger in huis, zoals in zorgflats in Rotterdam. Toch krijgen ouderen steeds meer technische hulpmiddelen. Moeten ze hier maar aan wennen of kunnen ze dit laten liggen voor de volgende generatie? Evelien Wouters uit Eindhoven is gespecialiseerd in techniekacceptatie door ouderen. En ze is hier. Van harte welkom, Evelien. Evelien, zijn ouderen bereid om zich te verdiepen in die technische hulpmiddelen? Ik weet niet of ouderen bereid zijn om zich te verdiepen in die technische hulpmiddelen, maar ouderen gebruiken veel technische hulpmiddelen zonder dat ze dat eigenlijk als zodanig ook zorghulpmiddelen zouden noemen. Dus er zijn Zoals? Heel veel ouderen, nou, er zijn tegenwoordig heel veel ouderen die iPad gebruiken bijvoorbeeld, ja. Of ouderen die skypen met hun kinderen ver weg. Dus ik denk dat heel veel ouderen heel veel techniek gebruiken al, hè, de magnetron om makkelijk te kunnen koken. Dus op zich is het niet iets wat er zomaar ineens is, die technologie. Nee, maar je hebt natuurlijk ook een hele hoop oudere mensen die daar niks van willen weten. Die houden het misschien nog net bij de gewone, simpele mobiele telefoon, maar willen niet veel verder meer gaan. Ja, dat klopt. Maar ook al die mobiele telefoon, als we kijken, nou, nog geen 10 jaar geleden had nog niemand die mobiele telefoon. Dus wat dat betreft gaan onze ouderen net zo goed als onze jongeren ook met hun tijd mee. Maar misschien net in iets ander tempo en hebben ze misschien net iets meer hulp nodig. In hoeverre moeten ze mee, zeg maar? Ik denk dat ze vanzelf meegaan en dat het voor hunzelf ook vaak een heel prettig iets kan zijn om mee te gaan. Maar dat het wel van een heleboel factoren afhankelijk is hoe ze daarin meegaan en of ze dat ook prettig vinden om daarin mee te gaan. Mm-hmm. Neem het voorbeeld van dat robotstofzuigertje. Als je dat zelf aanschaft of als je kind je dat geeft met je verjaardag en die helpt je erbij om daar mee om te gaan. Dit is overigens de zorgrobot die we hier voorbij zien komen. Helder, ja. Ja. Dan zou dat best wel eens kunnen zijn dat je dat heel leuk vindt om te gaan gebruiken. Maar het ligt er eigenlijk heel erg aan wat voor omstandigheden je dingen gaat gebruiken en of de factoren die kunnen maken dat je het liever niet gebruikt. Hoe sterk die zijn. Hè? Dus er zijn heel veel belemmerende en bevorderende factoren om die technologie te gebruiken. Ik zie Bert langskomen. Ja, dat op het laatst was hem inderdaad. Dat was die robotstofzuiger. Ja. Daar is heel veel woede over ontstaan, hè? In Rotterdam. Is dat nu het geval? Ze hebben daar een project lopen met van die robotstofzuigers. Die zouden wat mensen kunnen vervangen. Er moet 40% bezuinigd worden in de zorg. Dus we gaan wel meer met dit soort dingen te maken krijgen, ja, lijkt het. Ja, en dan gaat het er precies om eigenlijk op welke manier die technologie bij de mensen brengt. Hè? Als je zegt van goh, gisteren of vorige week kwamen nog 3 keer in de week iemand je helpen. En volgende week kom ik 1 keer in de week en dan zet ik 2 keer zo'n robotje neer. Dan gaat dat niet werken. Nee. Dus mensen hebben ook tijd nodig. En je moet ook kijken of ze er inderdaad mee om kunnen gaan. Je moet het ook evalueren. En er zijn heel veel kansen met de technologie. Maar je moet het wel op een goede manier implementeren. Oké, jullie doen daar ook onderzoeken naar? Bijvoorbeeld in Helmond? Ja, bijvoorbeeld in Helmond. Daar volgen we eigenlijk veel meer in de natuurlijke situatie. Niet alleen vanuit de zorg, maar de zorg speelt er ook een rol bij. Kijken we eigenlijk naar wat nou maakt dat mensen de technologie al dan niet graag gaan gebruiken. Wat blijft er in de kast staan? En wat zorgt er nou voor dat ze de technologie gebruiken en dat die hun ook echt kan ondersteunen in hun dagelijks leven? En wat komt daaruit dan? Wat voor soort dingen komen eruit? Nou, heel belangrijk als je iets nieuws moet gaan gebruiken van technologieën. Ik zeg expres moet, want in de zorg is het vaak een kwestie van moed. Heb je er niet voor gekozen dat je bepaalde dingen niet meer kunt? Dan helpt het vaak heel erg wie dat binnenbrengt. Dus als dat met heel veel zorg wordt binnengebracht, als je kinderen dat doen of als je kleinkinderen dat doen en ze helpen je erbij, mensen die je vertrouwt, is heel belangrijk, maar dat kan ook een zorgverlener zijn. En als daar veel zorg aan besteed wordt, dan gaat het vaak heel erg goed om het binnen te brengen. Dat wil nog niet zeggen dat je dat dan ook meteen gaat gebruiken. Want het is ook belangrijk dat het werkt. Op het moment dat het moet werken, dat het ook werkt. En als het niet meer werkt, dat je iemand hebt die je kan helpen. En het maakt zeker in de zorg ook heel erg uit of je ook behoefte hebt aan zoiets. Als je zelf helemaal niet het gevoel hebt van goh, ik heb zorg nodig of ik heb zo'n alarminstallatie nodig, een veelgebruikt zorgmiddel, ja, dan ga je het ook niet echt met plezier gebruiken. Nee. Maar eigenlijk ligt het probleem dus helemaal niet zozeer bij die technische dingen, maar bij de manier waarop het gecommuniceerd wordt. Ja, dat is precies zoals het is. Maar dus ligt het dan zeg maar aan de ouderen dat ze niet aan de techniek willen, of ligt het aan de jongeren die het anders moeten communiceren voor de ouderen? Ik denk dat het een combinatie is. Er zit ook heel veel verschil. De ene ouder is de andere ouderen niet. Er zijn mensen, zeker hier in deze Brabantse regio, die hun hele leven dol zijn geweest op techniek en die het alleen maar leuk vinden. Dat zie je ook bij onze Helmondse ouderen. Die hebben een heel technisch verleden. Die vinden het alleen maar ontzettend leuk om daar verder mee te experimenteren. Dus het is ook heel persoonlijk. Ja. Hoeveel ervaring heb je er al mee? Als mensen helemaal geen ervaring mee hebben, dan is het ook belangrijk dat ze daar ervaring mee krijgen en dat daar ook tijd voor genomen wordt.
Maar er zit ook nog een heel systeem om die ouderen heen. Er zit familie omheen. En er zijn ook familieleden die juist heel erg hun ouders stimuleren om technologie te gaan gebruiken. Komen we toch weer een beetje op die participatiesamenleving uit, hè, waarin iedereen elkaar moet helpen. Ja, dat is absoluut heel erg belangrijk. En ik denk dat precies ook de kern van de zaak is. Het gaat niet om die technologie. Technologie is alleen maar een middel om mensen beter te verbinden, om mensen te ondersteunen. En het is absoluut niet de vervanging van een mens. Oké, helder. Dank je wel voor je komst. Oké, graag gedaan.